In een zoo in Polen is dit schattige babynijlpaardje geboren. Het is een mannetje en dat is erg bijzonder, want er worden veel meer vrouwtjesnijlpaarden geboren. In dit jaar zijn er bijvoorbeeld alleen 4 jonge in de gronden. Dus ook met deze generatie niet het beste. En tym bardziej się cieszymy, że właśnie u nas się urodził młody. I dodatkowo takim sukcesem jest to, że to jest samczyk, bo jednak więcej się samiczek rodzi, a bardziej poszukiwane są samce. Nijlpaarden zijn een ernstig bedreigde diersoort. Naar schatting leven er nog maar 3000 in het wild. Maar daar lijkt dit kleine exemplaar zich geen zorgen over te maken. Jest bardzo taki żywotny, bez przerwy coś robi, kąpie się albo ciągle za matką podąża, wszystkim interesuje się, co ona robi, to on też musi sprawdzić. Nawet ta chłodna pogoda mu specjalnie nie przeszkadza. Het nijlpaardje is nog maar 2 weken oud en weegt nu al 5 kilo. Maar het diertje moet nog veel groeien, want een volwassen nijlpaard kan maar liefst 375 kilogram wegen. De verzorgers hebben hem nog geen naam gegeven. We weten alleen dat zijn vader Carlos heet en zijn moeder Elpunia.